Ja, dan ga je dit soort dingen krijgen. Dit is alweer het moment dat je niet open staat voor verandering. Dan ga je dit soort problemen krijgen en dan ja, moet je niet klagen. Dit is alweer. Maar de hele week is er oproering in Suriname over dat bedrijf FAI, Food Agriculture Industries. Een buitenlands bedrijf die geen kleine jongen is hoor mensen, een multinational, een multinational die dan weer Suriname de rug heeft toegekeerd naar Lexani, Verrekaring, Suralco, ook zo'n grote multinational die dan zo'n bies heeft gepakt en gezegd heeft van nee, ik zie het niet meer zitten, ik ben weg, snap je, en dan ga je dit krijgen mensen. FAI, Food Agriculture Industry, heeft zijn roots in België. En ja, die mannen zijn volgens Surinaamse maatstaven, de mangue, gewoon als een dief in de nacht met Bagrabotak met de Noordbrusson vertrokken. Ja, oké, okay, goed, leuk, maar hoe heet het... Ik wil toch vandaag gaan kijken of het inderdaad zo is dat die mensen met de Noorderzon vertrokken zijn. Dank u wel. Dank u wel. Is een appje hoor mensen die ik aan het lezen ben. Maar nu, focus. Klaar. Oké. Okay. We gaan naar een stukje luisteren mensen. Weet je, van nieuwsberichten. En dan aan de hand daarvan gaan we kijken wat er eigenlijk met FAI aan de hand is. En waarom het zo ver is gekomen. Weet u, dat is... hoe heet het? Je moet niets voor zoete koek aannemen. Maar laten we luisteren naar een vakbondsleider van FAI. Uit België. Die heeft op het met zijn vriend Melendez, Eduardo Melendez. Al die namen heeft hij bij u. Naar Suriname gezonden om een onderzoek te doen naar de gang van zaken hier en naar de staat van dus de aanplant. En hij is gekomen, hij heeft een vernietigend rapport uitgebracht. U weet hoe het toe gaat om deze mannen van hier weg te werken en zelf in de positie te komen waarschijnlijk. Is hij naar het veld geweest en delen die niet goed onderhouden waren, rijpe bakoven in het veld, op de plantage, die foto's zijn gemaakt en dat soort dingen. Een zodanig beeld is gezet naar de aandeelhouder toe, die op basis van dat rapport de twee mensen die lang verbonden zijn geweest en een successtory hebben gehad in het bedrijf, heeft de eigenaar deze twee heren op staande voet ontslagen. En daar in de plaats is meneer Melendez gekomen in augustus 2015. Ik moet u zeggen, dat is een Hondurees van afkomst. Ik moet u zeggen dat we onder leiding van deze meneer, die 3 jaar de leiding heeft gegeven aan dit bedrijf, wij moeten praten over van een ware schrikbewind welke hij gevoerd heeft. Iemand die naar ons inziens niet berekend was om leiding te geven aan zo'n groot bedrijf met alle facetten, om je een idee te geven van hoe onverantwoordelijk men is geweest, welke situatie bijgedragen dat we vandaag in deze moeilijke situatie terecht zijn gekomen, is dat wij door alleen maar een gebrek aan verpakkingsmateriaal ongeveer minstens 120.000 bossen aan bakoven hebben alleen maar in Nigeria, we praten niet over Yarikawa. Dat verhaal van Yarikawa hoort ik van iemand anders. Over Nigeria praat ik. 120.000 bossen hebben wij als werknemers, hebben we de bakoven in het veld moeten vernietigen. 120.000 bossen, dan praten wij over 120, 40 voet containers bakoven, dames en heren. U kent die 40 voet containers. 120 voet. En om een idee te geven om welk bedrag het gaat, welke vernietiging is geworden is, als u uitgaat van de €10.000 per container, praten wij minstens alleen maar van Nigeria een verlies van €1.2 miljoen. Dat heeft ons in deze situatie gebracht.
De meest recente ontwikkeling is dat vandaag, gisteravond, de minister van LVV heeft aangekondigd dat hij persoonlijk naar Yarikaba zal begeven om uitbetalingen van de salarissen over de maand januari te doen. De uitbetaling zal contant geschieden, heb ik begrepen. Als het goed is, moet de uitbetaling of op Yarikaba hebben plaatsgevonden, dan wel dat het nu aan de gang is. En vervolgens hebben we afgesproken dat wij de koppen bij elkaar gaan steken van hoe wij de bedrijfsvoering verder moeten gaan hanteren. De commitment die we hebben voor wat betreft leveringen aan Trinidad, een lucratieve markt, zeg maar, een aantrekkelijke markt. We krijgen een veel betere prijs voor ons product op Trinidad dan in Europa. Er zijn opportunities om onze bakoven verder af te zetten in de regio, in andere landen, eilanden, met name Barbados. Dat er wat lichtpunten zijn, maar we moeten dus dan het bedrijf, in elk geval voorkomen dat het bedrijf verder wegkwijt en de verval raakt. En dat we dus aan het werk blijven. En dat de voorwaarden die aanwezig moeten zijn om het werk te kunnen doen en de productie en kwaliteit te garanderen, dat die. Ja mensen, dat was dan die meneer Dwarka van die, hoe heet het, personeelsbond, een hoop dingen gezegd. Ja, kijk, voor mij is het zo klaar als een klontje. Takkie, moet je luisteren. Kijk nou, het is toch logisch dat je een betere prijs gaat krijgen bij Trinidad en Barbados. Want ja, de vervoerkosten is minder. Als je naar Europa moet, ja, dan zijn de vervoerskosten hoger. De afstand is verder. Dus ja, dan word je bananen en natuurlijk duurder. Maar Isabi, je moet daarheen doorprikken, mensen, Isabi. Maar dat speelt er zo'n beetje in Suriname. En ja, oké. Het wordt moeilijk. Weet je, elk bedrijf dat weggaat, ja, dat moet je niet hebben in Suriname. Ja. En we gaan een stukje luisteren van minister Parmisser. Isabi, ja, ik weet niet in hoeverre je deze man serieus moet nemen. Maar het zij zo, kijk, laten we luisteren mensen wat hij te zeggen heeft, dan gaan we terugkomen. Food and Agriculture Suriname NV, FAI, staat aan de rand van faillissement als gevolg van mismanagement. Dat is de conclusie van minister Rabin Parmisser van LVV. De bewindsman is gisteren in DNA ingegaan op de problemen bij het bedrijf, waar 1200 werknemers in dienst zijn. De minister zei dat hoewel het bedrijf aan particulieren toebehoort, het toch 18 miljoen euro heeft gekregen van de Europese Unie door tussenkomst van de regering. Dit bedrag was bedoeld om het bedrijf tot bloei te brengen. Het bedrijf is een particulier bedrijf. Dat hebben we van de hand gedaan. In de afgelopen maanden, zoals ik zei, zijn we in intensief overleg. Het kwam erop neer dat het bedrijf in financieel moeilijk vaarwater steeds meer in moeilijk vaarwater komt. En dat ze ondersteuning van de overheid wensen. Ik ben ingegaan op de keuzes die men maakt, op de management. Wat mij betreft heb ik het point blank gesteld. Dat kan de huidige management niet kwalijk nemen. Maar traditioneel, historisch, vind ik het een inefficiënt management daar. In die zin van, wat hebben wij naast de traditionele manier van bedrijfsvoering met alleen bananen, wat hebben we nog meer gedaan? Om te proberen aan meer inkomsten, meer efficiëntie, et cetera, te komen. Ja, iemand als Parmisser gaat zeggen inefficiëntie. De manier waarop hij praat, hè, mensen, is vreselijk minachtend. Maar ja, goed, wat moet je hiermee, mensen? Isabi, het is een beetje weird, hè. Maar goed, als je zo'n kort counterpartner hebt om te gaan praten, dan is het een beetje moeilijk, Isabi. Maar het is niet anders. Die mensen van FAI, die moeten het hiermee doen. Andere mensen zijn er niet, dus je moet met deze minister onderhandelen.
En als je hoort wat uit zijn mond komt, ja. Ik heb hier moeite mee hoor, mensen. Isabi, je kan niet zo reageren. Begrijp je? Maar we gaan nog een stukje luisteren. Dat Fai beheerd wordt door een moedermaatschappij die internationaal verschillende fruitbedrijven heeft. Volgens de minister draait geen van die bedrijven goed. Even kijken hoor mensen, wie we hier hebben. Een hele goede middag, u bent erin. Meester, goedemiddag, Isamina Oma, ik ga direct in de aanval toch. Ja, ja. Hot item na Saogop Satamara. Ja. Oranje plein of onafhankelijkheidsplein. En de governor. Wat about daddy? Meneer Armand Sunder is ook niet een governor geworden. Ja. En die andere, meneer Proeven, ook toen is. Nou, op Sado. die item behandelen. En als meneer Tricci een auto's heeft gekocht. Nou, meneer Boefie van der Leen moest ook Sabitok. En die andere meneer Dechile, die moet ook toch wat weet ervan hebben. Dank u wel. Oké, dank je. Ja, mensen, laat me dit ook gelijk doen. Kijk nou, ik krijg een appje hier. Meester Singh, gezien de protesten morgen wil ik het volgende kwijt. In de psychologie zegt men op een actie volgt een reactie. Vooral hoe de oppositie stelling heeft genomen. Niemand weet hoe funest dit kan eindigen. De pers heeft gewaarschuwd. Er kunnen alleen verliezers zijn. Ik ben maar een leek. U bent geen leek hoor. Het is een hele goede insteek. Mensen, laat me dit ervan zeggen. Hè. Kijk, iedereen heeft het recht om te protesteren. Of te demonstreren. Als jouw demonstreren een protest is... Het is demonstreren, ja. Je hebt twee soorten, kijk, je hebt die stille loop. Is ook een vorm van demonstreren. Je laat iets blijken waarvan je het niet eens bent, ja. Wie is jouw president voor Sotkondre? Het zou van civilisatie getuigen, van beschaving getuigen, dat wanneer jouw burger zegt, ik wil op straat komen om een demonstratie te houden, dat jij, die burger, de vruchten van de grondwet en de mensenrechten moet kunnen geven. Dat ja, luister, je hebt het recht. En omdat hij mij kon protesteren tegen uw beleid, denk ik, hoor de man tegen. Dat is onzin. Dat kan niet, mensen. Dus, het zou een president sieren, dat hij hier, nou, kijk, mijn bevolking is het niet mee eens met mijn beleid. Ja, nou goed, je mag het zeggen. Ga maar protesteren. En jij als president moet faciliteren. Deze mensen staan elke morgen op in Suriname. Ze gaan naar het werk. Vos de man kiest den salaris. Je kota money den poeru. Ja, je kota money poeru. Want dat gaat naar jouw kas. Daar betaal je de politie, het leger, ziekenhuizen, Isabi. En dan nou, kijk wat, als jij... Als mensen zich hierop gaan focussen, van jongen, goed, trobby ook, dan zeg ik, nee, dat hoeft niet. Hier zie je toch soms dat de politie gewoon met demonstranten meeloopt en je begeleidt, ga maar protesteren. Ja? Het is een recht van elke burger om te zeggen, ik wil op straat komen om te demonstreren. Je kan dat recht niet ontnemen. Er zijn maar drie gronden mensen, weet je, ik meen openbare orde in verband met de veiligheid en gezondheid. Hè. Als die dingen niet in het gedrang komen, ja, dan moet je dat gewoon toelaten. Maar, nogmaals, dat vanmorgen het zo van civilisatie getuigen takiëren. Nou, kijk, mensen, ik ben jullie president. Jij zegt, je bent het niet eens met mijn beleid. Kan. Ja, en je zegt, je wil op straat komen. Ik ga jou faciliteren, kom maar op straat. Dat hij een Mickey takju nou een jaja kan kamen. Maar het moment dat je ook doet, leki Maduro, je doet leki Daniel Ortega, dat is een uitnodiging. Weet je, afgeven aan buitenlandse mogendheid om een reactie hierop te geven. Ja, want dan ben jij
jouw eigen wetten die in de grondwet staan, met name het recht om te mogen demonstreren, recht van vrije meningsuiting, ja? Isabi, het recht van vereniging, dat die mensen bij elkaar komen in verenigd verband. Al die dingen schend je. Dus, maar kijk nou, rondom deze president heb je alleen maar domme mensen zitten, mensen. Sorry, maar ik zeg het gewoon openlijk. Mensen als Nerkus, dat zijn geen figuren die je op deze plekken moet zetten. Begrijp ik? Dus het wordt steeds moeilijk in Suriname. En ja, kijk nou, deze man. Je moet naar zijn body language kijken. Zijn body language, Isabi. Kijk, laatst bij die... dat interview, ja, die persconferentie, dat spreekboek delen. En ik zeg je van, kijk, if you want sorry dat je nou een volwaardig natie, dan erken je die rechten van die mensen om te protesteren. En ja, telemaan maar protesteren, maar ik denk aan doe. Kijk, het is anders wanneer die demonstranten gaan plunderen, gaan roven, gaan vernielen. Dan mag je ingrijpen, ja. Ja, maar, laat mij deze mensen goed zeggen die dingen organiseren. Kijk, je hebt altijd mensen, en Oussabi in Sernang, dat is aan dat ik kom. Ja, een groepje ook kon ertussen, en dat daar kon ertussen, dat je vernielig, dat is niet dat in mijn Berengio, Isabi. Een hele goede middag, u bent erin. Goedemiddag, meester. Ah, meneer Gio. Ja. Ik heb u vaak iets horen zeggen, en ik ben het niet eens met u. Ja, goed zo. U zegt altijd, de mensen die rondom de president zitten, zijn domme mensen. Ik ben het daar niet eens met u. Oké, vertel me. De president is de grote stommeling die daar zit. Ja. Want mensen die een beetje geschoold zijn, die weten je kan niet, als je met deze man samen gaat werken, dan moet je alleen maar gaan voor je voordeel. Want hij voelt zichzelf als zodanig sterk, terwijl hij qua kennis en qua optreden niks in huis heeft. Maar ieder die onder Bouters komt werken, dan heb je daar meneer Abrahams. Two of a kind. En dan heb je een slimme vrouw ertussen. Maar omdat de man zo bevlekt is, kan ze geen kant op. Dan praat ik over mevrouw Geerlings. Ja. Maar de grootste stommeling die de Suriname, of de grootste stomme fout die Surinamers ooit hebben gemaakt, is deze man te benoemen tot president. Een president moet toch een beetje kennis in huis hebben. Je kan zeggen, hij heeft mensenkennis. Ja, maar dat zegt niets, mensenkennis. Dat zegt helemaal niks. En daarmee, om in het machtscentrum te blijven, alleen om zijn hakje veilig te stellen, moet hij nemen wat zich breed verklaart om met hem samen te werken. Maar wie is dat mee? Het me goro konang Amanis. Me go look of me voor hier, want Amanis na lange ting. Of you na lange ting, want vandaag of morgen stopte je eruit om zonder reden. En als je hem gaat vragen zonder reden, dan zegt hij even, op moet je toch wel lezen met verbanning. Dus yeah. Het zijn niet die mensen die rondom hem zitten, want het zijn vreselijk slimme mensen. Die horen heel parlement onder druk. Hij komt nooit tevoorschijn. Hij laat ook weinig tama kunnen, de laatste tijd aan mij droom. Of hij heem in de zapstanning. Ja. Yeah. Een volk die alle van zijn overeen te weten na inschreef. Ik zie het niet anders hoor. De mensen die rondom boten zijn, vreselijk slimme mensen. Look hoe de FD laat zien, allemaal ik wil niet konden. Dan yeah. Kan je zeggen, je gaat weer plukken. De man aan niks, de man liep nog niet. Ik moet het binnen Wangi gelijk, maar ja Letty, in deze. Als meneer Abrahams kan goed op het podium voor een partij, dat ik het tegen de assembleeleden, zomaar nog een duur komen op hem voor dat we poeri. Ja. Ik ga het afvallig voor des, maar van jou op oorden. Ja, precies, ja. Ik bedoel, als een partijstructuur na een president. Ja. Dus, Oké, ik luister verder. Oké, bedankt voor je reactie, ja. Hoi. Oké. Ja, mensen. Hoe heet het? Meneer Gio heeft gelijk. Ja, Isabi, eigenlijk moet je het van twee kanten kijken, Isabi. Ik heb het bekeken vanuit, kijk nou, ik heb een positie toebedeeld gekregen om dat land te dienen. En ja, ik faal daarin. Dan zeg ik toch, ja, ben je vreselijk dom, ja.
En kijk, net als nu wat er gebeurt met de Centrale Bank van Suriname. Mensen, ik maak geen reclame meer. Hè. En eigenlijk moet ik het wel doen voor standvaste meisjes. Die mij leren, die mij denken met ons mee. Die mij tak, ja. Me no doing. Want Alexa, meneer Giotaki, Amandisi, is een beetje moeilijk. Is dat weer? Ik kan kies maar lekker onder broek. Weet je, het idee is idee. Verzekerd van een plaats te maken bij Puri. En het is moeilijk, mensen. Maar ik ga terug naar mijn verhaal. Ik wil mijn verhaal afmaken. Dus even die lijnen stil. En dan gaan we nog een stukje luisteren naar meneer Parmisser. Men heeft het erover dat dat bedrijf, FAI, het overal slecht doet, toch, mensen? Weet je, want we gaan luisteren. Kijk hier. Eén van die bedrijven, goed. We zien dat deze moedermaatschappij ook in andere delen van de wereld, of het een ananasbedrijf is, of iets anders, het management-wise niet meer aan kan en tot sluiting overgaan. Wij merken dat het bananensector een zeer uitdagende sector is. Ik heb hier zo een vreselijk probleem, hoor, mensen, dat het slecht gaat. Want kijk nou, wat diaspora, weet Anja, Isabi, ino kan chau edegwe. Dus mensen, dan denk ik bij mezelf van, jongen, gaat het echt zo slecht met deze bedrijf daar? Kijk, die man waar het over gaat is meneer Hein de Prix, ja, een Belg. En volgens Suriname gaat het overal mis met het bedrijf. Laten we even kijken of het inderdaad misgaat met dit bedrijf, ja? We gaan een stukje luisteren van in Europa over dit bedrijf, Isabi. En ik moet eerlijk zeggen, nee, ik zeg het niet, ga maar zelf luisteren. We gaan luisteren, mensen. Wij gaan naar onze volgende spreker. Hij is uitvoerend voorzitter van de Greenyard Foods Group. En even de feiten. 8150 medewerkers in 27 landen wereldwijd. Ze realiseren een omzet van bijna 4 miljard euro. En ze zijn daarmee een unieke nummer 1 op wereldvlak in groente en fruit. Als je zo groot bent, hoe word je dan innovatief en hoe blijf je dan innovatief? En hoe gaan dingen niet eerst over 20 schijven en duurt het een eeuwigheid voordat je kunt veranderen? We gaan het horen van Hein de Prix. Hein de Prix, mensen. 27 landen actief, 8100 mensen die werkzaam zijn in die 27 landen en een omzet van 4 miljard. Daarom minister Parmisser, ik dacht, ja, maar het gaat overal slecht met het bedrijf. Oké, laten we meneer Hein de Prix ook een beetje beluisteren wat hij te zeggen heeft. Maar dit zijn de feiten, hè? 27 landen actief, 8100 mensen en die mensen verdienen 4 miljard euro, ja, per jaar. Oké. Dank u. Dank u, de wethouder hier van Westland, voor mij uit te nodigen. Beste collega's, dames en heren. Zoals de mevrouw daarnet zegt, ja, hoe doe je dat? Dus 4 miljard omzet. Van 0 naar 4 miljard. Dat is misschien ook disruptief. In 82 begonnen, zonder klanten, zonder leveranciers, zonder centen, zonder mensen, zonder een organisatie. En misschien zelfs zonder kennis of niet voldoende kennis. Ik ben maar tot 18 jaar naar school gegaan. Maar ik heb wel veel geleerd onderweg. En dus getracht om zoveel mogelijk als een spons te fungeren en te trachten heel veel kennis op te doen gedurende de weg en het traject. Hoe doe je dat? En ik ga dat trachten eventjes uit te leggen in een half uurtje. Hoe doe je dat in een markt die dalend is? Ik vertel dat dikwijls aan vrienden en dan zeg ik groente en fruit, de consumptie daalt. Ja, dat kan toch niet? Iedereen spreekt dat dat gezond is enzovoort. En toch daalt die consumptie. Dus hoe kun je groeien zo exponentieel in een markt die daalt? En dat ga ik u
niet vertellen. En zo, dat moet u zelf doen. Dit was een workshop die hij gehouden heeft. Echt geweldig mooie mensen. Weet u, maar Jere nog. Ja, Jere toch. Een minister zegt van ja, het gaat nergens goed met dit moederbedrijf. Nou, dus dan, ja, die man maakt 4 miljard euro winst. Is net als met Suralco, Isabi. Die mannen zijn multinationals, mensen die overal in de wereld productief zijn. Alleen wij in Suriname begrijpen het niet. We begrijpen het niet. We snappen het niet. Maar wat speelt er nou echt? Zeiden met de man die zie mensen in Suriname. Begrijp u? We moeten dat toch gaan onderzoeken. Isabi, wat bedrijf ik gue en ja. Uno sabi zei, sa. Vakang, ano kan toch. Isabi, ja. Even kijken hoor mensen. Dit bedrijf in Suriname, Isab taki disna Ouro Surland toch. Zo bij Abi. Even kijken hoor. Ja, dat gaat gebeuren. Oké, ja mensen. Ay, dit bedrijf is die oude Surland. De man bij een oever. En Isabi toch kijk. Uno na Suriname. Nou, we gaan luisteren wat er gebeurde. Want kijk nou mensen, Asandi is een troon probleem gisteren naar mij. Hè? En wij schijnen het niet te begrijpen. Dat is dat vervelende ervan. We gaan het terug een aantal jaren de tijd in. Dan gaan we luisteren naar meneer Michael Salons. Hij was toen de toenmalige vakbondsvoorzitter van die mensen, de werknemers van Yarikaba. Isabi, want er pleeg een staatsgreep, meneer Diana Dwarka, dat hij. En zelf Berestein kon hij niet ook doen. Begrijp je mensen? Want ja, Tesi was multinational, dan wil je graag doen. Meedoen, Isabi, en je wil graag als bond zoveel mogelijk geld gaan verdienen, want daar zit hem in. Oké, Jereno mensen, Surland, een verlieslatend bedrijf, echte Surinaams bedrijf, dat de man die is voor fai, voor Amman die zei in de prie, Amman komt bijeen, maar zij bij, want Surland staat vol met, hoe heet het, schulden. En dan krijg je weer die geweldige bank in Suriname, de Hakeringbank. Ga maar luisteren wat er aan de hand is. En u gaat Gail Eyck horen. Dit was die periode dat ze nog niet overgestapt was naar de NDP, Isabi. Maar dan, dit is van de appint, hè. Je moet ook mans genoeg zijn om te weten, om te zeggen van wie het hebt. Maar we gaan luisteren, mensen, naar meneer Michael Salons. Hij gaat een stukje vertellen. NV Yarikaba, waarbij de actievoerende arbeiders herhaaldelijk hebben gesproken over de verkoop destijds van het Bakovenbedrijf en hun grieven hierover omdat zij geen enkel aandeel uit de verkoop hebben ontvangen, gaf de heer Michael Salons, voorzitter van de werknemersorganisatie FAI-NV aan, dat hij zoiets voor het eerst hoort. Hij... En mensen, Jeroen, om helemaal begrip als dat is, kijk, dus Suriname, de staat Suriname, kan dat bedrijf niet draaien. Er is een buitenlands investeerder, in dit geval FAI, die zegt van, ja, oké, ik ga mijn tijd en moeite en mijn geld insteken. Maar dan wat krijg je nou? De arbeider, 20 jaar, hier is een Nansera bedrijf. En mijn kies was aan uiting. Terwijl de man, ja, kijk nou, de eigenaar is verwisseld, dat plantage is er. En die bananenbomen staan er nog. En jouw werk is gegarandeerd. En toch, die man vindt dat, ja, maar hier, Isera Sani. Dus, ja, er is een beetje kortsluiting hier. Libis, maar nee, begreep. Asani, zie maar. Laat me mijn mond houden en luister naar meneer Salons. Hij reageerde als volgt. Ik heb voor het eerst dat gehoord van mijn collega. Fai. Want ik kort de naam af, Fai Nikeri. Dat de arbeiders, ja, ook een deel uit het verkoopbedrag moeten krijgen. Mevrouw, als ik een bedrijf heb, ja, en ik heb u en uw cameraman in dienst.
en ik verkoop mijn bedrijf voor meneer X, ben ik verplicht u een deel uit dat bedrag te geven? Het staat nergens geschreven. Is één. Twee, wat ik weet, want die informatie heb ik, want bij die hele verkoop van het bedrijf, al dat soort dingen, had ik zelf ook een afgevaardigde binnen die commissie, is meneer Spong geweest. Ja? En alle stukken zijn bekeken geworden. Ja? De SBBS had zelf een schuld van 7 miljoen dollar, ja, aan de multinational die vandaag het bedrijf heeft gekocht. Dus als dat bedrijf verkocht is voor 30.000 miljoen, ja, dan heeft de staat gehad, ja, 23 miljoen. En uit die 23 miljoen zijn er een aantal andere afspraken gemaakt. De Hakeringbank moest betaald worden. Er moest een heleboel schulden betaald worden door SBBS. Door de staat, kan je zeggen. En dat geld was niet eens genoeg dat over is, zoals ik begrepen heb, om schulden te betalen. SBBS heeft nog steeds schulden, zoals ik het begrepen heb. Ik heb de boeken niet gezien, maar die informatie die ik heb. Ja, mensen, en dan hebben we minister Parmisser zegt van dat, ja, dat ding. Hij verwijt de mensen van België mismanagement. En Isabi, we moeten voorzichtig zijn toch? Want Isabi zei dit. Wij zijn hier in Nederland. Wij zijn de vijand, Isabi. Want ja, we huilen mee met die bakkers. Nou, de nonsens dat hij. Maar ik kan u verzekeren dat ja, dat is niet aan mij besteed hoor, mensen. We zijn gewoon op zoek naar wat er eigenlijk gaande is. En dan moet ik hier gewoon mee. Naar de arbeiders, de arki. En dan gaan we. Het is naar de arbeiders, jongen. Voor bedrijf die zijn. Ja. Hoe wordt er over gedacht? Arbeiders van het Bakovembedrijf gaat nog steeds voor. Vandaag hebben we weer een kijkje genomen en we zagen dat de politie ook erbij betrokken was. De arbeiders zijn nog steeds zeer ontevreden en ze ergeren zich eraan dat de bondsvoorzitter niet hier naartoe is gekomen, maar gevraagd heeft dat er een delegatie naar de stad gaat om met ze te praten. In ieder geval, we horen de arbeiders. Zijn de mek unoma fino voor hoeken, auroko zou we doen naar veld, no wa auroko man auroko boom, a kwaliteit voor nuno boom. Ama taki, one of the high chaman, sabe gotakang ama is de ook to. Ama da tega ama tak auroko negi ari bana bedrijf. Omen lees if in de negi ari bedrijf mek wens, duritak nooit. En hij leeft. Wie ospringt op een frak dat die? F de mango NPS na toch? De man bekijkt 10% P. Suma abonnet en parati uno sabi. Want we kies inflatie toch? Oten de man mekwens. Voor we kies ding de man af sabi. We zijn una arbeiders. We diki. Una sarnamang. On sarnamang altijd ulop tak baka. If we eens mekie we hier. If we eens no mekie we hier. Uwano wan verhoeging. A bedrijf serie. Look uno a bedrijf serie toch? Nanga ala woro komang. Uno klaken. Dus F president Seri. Deze Delano Bouten Sera bedrijf toch? Als er een alaoro komen, uno klaken. Dus Vos Amambeton president toch? Amantaki, Okoluku, Yari Kaba. Dat Amantaki legja zover Sukuengri. Amantaki Amoluku, Yari Kaba. Gil, Olanga president Dongba, is al bijna 4 jaar toch? Nooit Amano Konjaso. A president van Bekolas toch? Hoe heet hij? Ja, Michel Martelly. Martelly Bekong. Boutense Bekong. Hoe heet dat? Ama vanwege ziekte. Ama noma. Je heet toch gewoon president, Michel Martelly. En Isab Soumanaman dat die mensen. Is de president van Haiti toch? Isabé. Dus je komt zo dichterbij. Ik hoor ook Soumanaman die man die zei protesteer. Daar zit ik naar Haiti aan, Isabé. Maar... hier, het zijn arbeiders in Suriname, die man. We hebben ze toegelaten. Ook die man, een verblijfvergunning, ze zijn Surinamer. Nou, dat is aan het ding. En ja, die mannen hebben ook rechten opgebouwd. Begrijp je, mensen? Dus, we gaan verder luisteren. Manko, hoe deel je nou toen aan een man komen bakken die Ibe kan komen, die herstelt toch? Nooit je nog kon, als president voor Akondre, Jason Ayarikaba, toch? En nu onze slavernij, maar ook een moderne slavernij, ook een jasso. De massa is ook een kantoor, een viering. Jasso de maestro is santi in uw ai. Maar in uw ai jasso de maestro hier. Zo, precies.
Verhoging. Nummer 1. Uwani. Shalons Mousgwe. Oké. Sawani. Shalons Mousgwe. Uwani. Shalons Mousgwe. Uwani. Shalons Mousgwe. Wat is er nu? Moussa, dit is een naam bij de FC-Litok. Even ertussen. Kijk nou, Shalons Mousgwe toch. Is opzij de mensen, Shalons Mousgwe. Salon Bosteratori. Je jere oefende zijn niet toch om een paaiman aan bedrijf bij Abi. En wie de matchmanagement heeft gedaan in Suriname, dat waren Surinamers zelf. Want Suurland was een Surinaams nationaal bedrijf. Is dat niet bakba? Begrijp u? En ja, dan je ziet zij zijn zo'n bedrijf. Die zie. Dat je, ja, kijk nou, er zijn leden die gaan zeggen, hé, hey, dat Puraman, Potwantraman. En zo kreeg je dat ding. Terwijl werknemers worden opgehitst en verkeerd geïnformeerd, dan ga je dit soort dingen krijgen, mensen, Isabi. En dezezelfde mensen, oké, dan is die dingen gekomen, dat Belgisch maatschappij, ik probeer even tjaring, het gaat goed, maar mensen, hier nou, kijk nou, we zitten met een probleem in Suriname. Want ik weet en ik kan jou aantonen dat dit bedrijf al maandenlang probeert om een vergunning te krijgen om dozen te importeren. Om die bananen in te pakken en te kunnen verschepen. Plastic zakken is op de mij weer een plastic zakken gabana toch. Voor een chopping, worong nog eens doen in tapu naar de wanda isabi. Want isab jaso, uno toosie wang manja of wang bakba. A pin penny, hoeveel je moro zwitty, maar ja. Bakara vintag ja, als hij moest mooi geri naar de san, no wang vlakka, oké. Maar hier, if you need kiezen aan dat die, je mag importeren. Want ja, er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat peo importeren dosu. Arkiboyere mensen zijn dat die, peo importeren dosu. Ja, het gaat jou toch niks aan. Maar ik wil een vergunning om mijn dozen te kunnen importeren, om mijn bananen te kunnen verschepen. Ja, maar we hebben een probleem. Want we willen voor jou komen bepalen waar jij die dozen moet halen en die dingen. En het liefst in China. Dan ga je een probleem krijgen, ja. Want ja, moet je luisteren, waarom kom jij voor mij bepalen waar ik mijn doos moet halen? Want ja, mensen, kijk nou. Sneezy no lauw is er dan. Dus ja, dat is dat inpassen. En ja, oké. Als je er niet uit kan komen, dan de meid was aan dat hij. Een klein ding, kijk wat er wordt. Hij plan aanbak bij investering tegen een zanny. En wat krijg je? Die mannen gaan gewoon weg. Dan is Pieter niet schaduw, zeg je. Liks aan het Suralco doe. Meneer, hoeft dat koning omhang, zanny? Ja, kijk, dit is de overdracht. Het was een diepe, diepe schande voor de hele Surinaamse natie. Dat het op zo'n manier moest. Een bedrijf dat 100 jaar in Suriname gezeten heeft, ja, en het bedrijf dat ons heeft ingetrokken in de verlichting, omdat dat ja Lampugunu ligt, begrijp je mensen, en dan ga je op zo'n manier uit, maar ja, if one man no one spit in die schaduw schrijf je, dan weet je al, kijk wat er met Suralco is, kijk, deze multinational ook, en dit bedrijf had andere problemen ook, mensen. Andere problemen. En weet je welke problemen? Drugs. Drugs. Ja. Je gelooft het niet, hè? Dat is allemaal zijn allemaal op barita. Ja, die tijd toch is hij. De mij beren altijd die boter zelf over drugs. Naar de standaard. Maar bakkerij. Schrijf je, kijk, die België importeren drugs. Is niet waar, mensen. Is niet waar, totaal niet. Begrijp je? 16 december 2016. De Franse douane op het kleine Franse eiland Guadeloupe onderschept een schip uit Suriname waarin 148 kilo cocaïne is verstopt tussen die bananen van Fai. Hoe vind je die? Die man in Europa hier is gelijk aan gaan melden bij de politie om te zeggen dat ja, ze weten er niet van. Want aan een exportproduct dat die een bedrijf van 4 miljard mensen ook invest doe de lauloos aan die ziek bangalone Isabi Guadeloupe, dan denk je dat het klaar is, ja, want dit was in 2016, maar 14 februari 2019 wordt er nog eens 273 kilo cocaïne onderschept in Antwerpen, ook in dozen.
met bananen vanuit Suriname. 273 kilo. En ja, oké. Okay. Deze mannen zijn regering. Die verlenen hand- en spandiensten. Is dat naar de mannen zien. En dan ga je zien dat, ja, oké, okay, goed. Leuk. Maar zo gaat het niet worden. Dan krijg je nog een ding waarbij je vragen moet gaan stellen. Dat hier, het is een buitenlands bedrijf, toch? De Pai Money, dus, ja, dat is mijn pota. De mensen doen een storting. Tap de rekening. Ik dacht, ja, oké, okay, goed, dan... met dit geld gaan we dan die arbeiders betalen. Hun salaris en alles en dat. Maar is dit ding opgegaan ook in die kasreserve? Heeft een minister dat gezegd? Heeft een parlementariër dat gevraagd? Ik dacht, jongen, maar de man las de money. Verdank. En weet je wat er gebeurt? Alle ding, arbeiders, dat is die slechtheid van een Suriname. Ik ga het openlijk zeggen, het takroe manier van Suriname. Die man kiest ervoor, dacht, ja, we vernietigen gewoon bedrijf, gewoon, ja. Want men begrijpt niet dat, kijk, dit bedrijf had toegang tot de Europese markt. Surinaamse bananen konden in 27 landen vervoerd worden. Is een toegangspoort, mensen. En dan begrijp je, wanneer jij moet komen, nu, en je moet gaan werken om toegang te krijgen tot de Europese markt. Deze man had het al. Hij deed het, 30 jaar, omdat hij Belg is. Nee, omdat hij aan alle voorwaarden voldeed. En jij kan het niet onomhangen producten voelen. Oké, okay, dus cocaïne. En ik heb mijn twijfels over dat geld van die kassenreserve of zijn geld daar zo waren. In het parlement is er nooit iets een vraag gesteld hierover. En daar, ja, hebben we een probleem, mensen, Isabi. Dus, dat dit bedrijf weg is, je moet goed gaan kijken wat de reden is en waarom. Want ja, kijk, 2600 mensen werkten een tijdje terug bij dat bedrijf. Nou, ik meen, hou me te goed hoor, mensen, tussen 1000 of 1300, 1500, Isabi, mensen. Maar dat zijn toch, als je gemiddeld telt, dan kun je... De man is al een vrouw naar gemiddeld toe tot 3-10. Moet je kijken hoeveel mensen daarvan afhankelijk zijn. En alassie. En weet je, de slechtheid wat ik gezegd heb, eerder genoemd heb. Het takroe manier van Saddam, kijk nou. Asandatina taki. Wij nemen nu genoegen met 3 maanden salaris. En Oene begreep, zei de Mickey Parmisser kom. Dat man tak tak, ja, je krijgt 3 maanden salaris van mij. Oene begreep Asandati. En ja, hoe ga je dat oplossen, mensen? Want kijk nou, 3 maanden, over 3 maanden is er verkiezing toch? Ja, dus wat krijg je? Bakat 3 maanden, verkiezing hoor ik bij stem. Dan mijn tijd, ik dacht, ja, je bekijkt het maar. Ik heb jou 3 maanden lang geholpen met dat ding, met je salaris. Maar ja, dat bedrijf gaat naar de Filistijnen nu. Ik heb hier geen zin meer om jouw salaris te betalen. En wij schijnen dat niet te begrijpen in Suriname. Takia, hoe ga je hiermee om, mensen? Omdat, ja, dit zijn man, die zijn regering. Ze hebben geen weet van zaken. En ja, look, van de vernietigde deze revie. Terwijl, ja, je moet je regering onder druk zetten om te zeggen van nee, je moet ervoor zorgen dat een goed bedrijf, terwijl Rocco langer dan, hoeveel, 9 jaar daar zeiden ze toch, dat je nog eens 9 jaar kan werken. Het is hard werken, mensen, ik, enough tegen me, landbouw is hard werken, Isabi. En ik weet één ding, het is niet voor, hoe heet het, voor iedereen geschikt. Maar ja, je kan ervoor zorgen, takisma, dat je het zo goed mogelijk maakt voor mensen. En dat je met middelen, Isabi, machines, dat je probeert om het zware werk dat aan dingen verbonden is, het een beetje te proberen te verlichten. Dat is het enige wat je kan doen. Dus mensen, dat ding van fai, ja...
En dat hele ding van Fai Isabi, kijk hoe groot die mensen zijn geworden. Ze zijn gaan fuseren. Eerst hebben de wanbedrijf voor Univeg. De man Moxie voor Univeg Fruit Farm Group. Ja. De controle No Green Yard. En die man, Hein de Prix. Dat is die eigenaar ervan. En mensen kijken nou, Amangwe. Maar ja, hoe zijn we met Amangwe? Omdat ja, Surinamers dingen nalaten. En ja, dan moet je niet klagen, Isabi. Mensen, ik zeg je, kijk nou, daarom zeg ik van Lukusa wat een regering kan doen. Ik ga Mickey, ik ga Brokkoi. Deze mannen krijgen ja 3 maanden salaris, comité verzekeren, verkiezingen. Bagadati, ja, dan heb je groot kans. Takasani is in handen terechtgekomen van een of andere partij, loyalist. En ja, wat gaat hij ervan maken? Ik hoop het. Dat gaat Tjarenko boom. We zijn toch bezig met het zijn. En dat ik nog een over een protest voor Amang Jere Isabi mensen. Ik zeg ja, ik heb er al gezegd van Jere een beschaafde natie die dient ook zijn bevolking toe te laten om te kunnen protesteren. En het enige waarvoor ik bang ben dat je een paar mensen hebt van de NDP die erop worden uitgestuurd om schennis te schoppen voor verpeste sanitair. Het is dan een uitnodiging voor de politie zogenaamd om in te grijpen. Want dat soort dingen gebeuren mensen. De meid nap gewoon daartussen. En dan hebben we bier met die bari rigeri trouwen, steek trouwen op. En dan ja, komt de politie en dan zegt, hey tapu, wegwezen hier, klaar. Dan hebben ze hun doel bereikt. Ja. Dus ik hoop dat ze daarmee rekening hebben gehouden. Want dat zijn gewoon oude tactieken die landen toepassen. Isabi, dus, het is lastig mensen. Goed. Dat was bananen mensen. Weet u dat er nog meer producten zijn in Suriname die we totaal vernietigd hebben? Heeft mijn tijgje nooit zo briefje. Ja. Ik zat te kletsen over dat ding van die kokosnoten toch mensen. Dan je denk je dat ze dan, jongen, korte cultuur dat bij Coroni, die naam Coroni, afgeleid van kokos toch, weet je. Laten we luisteren wat er daar zo speelt mensen. Dan, we hebben bananen gehad, laten we luisteren of het klopt dat die verdekering, dat van die kokos. We gaan luisteren mensen, is die van mij, is van... Er bestaat een tekort aan kokosnoten ten behoeve van diverse productiesectoren. Verwerkers zitten met de handen in het haar om te voldoen aan de vraag van producenten, waaronder bakkerijen die het verwerken in bollen en andere snacks. Er wordt zelfs gedacht aan het importeren van kokosnoten uit buurland Guyana om de lokale vraag te dekken. Ook verwerkingsbedrijf Arshana Trade, die aan de grootste bakkerijen van ons land kokos aanlevert, ondervindt last van dit tekort. Coroni wordt genoemd naar kokosdistrict, maar echt, ik moet zeggen, het is schande. Wij gaan straks kokos moeten laten importeren uit Guyana. Er is geen kokos. De vraag wat aan kokos, droog kokos is niet te vinden. Het probleem is, al die mensen die aan kokos water maken, ze oosten het groene kokos uit die boom. Ze gaan met wagens straat in straat uit en ze kappen van de boom weg. En ze kopen duurder dan die droge kokos. Waardoor die mensen makkelijk die jonge kokos verkopen. En dan heb je geen droge kokos. En er schaars dan kokos. We hebben wel mensen, iemand die vast voor ons levert. Van Coroni. Elke week laat ze 2 ladingen. Brengt hij voor ons. Laten we planten, mensen. En dat zegt Mahinder Prasad Mangre, directeur van het verwerkingsbedrijf Arshana Trade, over de schaarste aan kokosnoten die is ontstaan ten behoeve van diverse productiesectoren. Ja mensen, dat is over onze kokosindustrie. Ja, is toch is een beetje moeilijk hè, dit Isabi. Want ja, van je bijna's aan die mensen, het is ongehoord dat er... dat Suriname, zo'n mooi klimaat die we hebben, zo'n, hoe heet het, een prachtige grond, Isabi,
waar je, is dat je toch fabisme bij leren, toch, dat jongen, je hoeft maar een stok in de grond te steken en dat ding, hoe heet het, komt tot z'n recht. Mensen, Isabi, ja, leuk, maar je koopt er niks voor, hoor. Dan gaan we zeggen van, hé, moet je luisteren, mensen, kijk nou, laten we dat dan zelf doen. Kroni heeft toch dingen, ook mensen, en ja, we hebben kennis en know-how in huis. Dus laten we maar zelf proberen toch om die kokosindustrie zo'n beetje op poten te zetten toch. Ik zou daar, Wassernaman toch, kijk uno don toch. En dat is gebeurd hoor, ik ga u eerlijk zeggen, er is een hele project gestart. Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicaties, je vraagt ja. Of dat je kan, je hebt met landbouw te maken, maar ja, het is ministerie van OWT, OWT en C. Maar ja, goed, dat er wat gebeurt, dat moet het, er gebeurt iets, mensen. We gaan luisteren wat er gebeurt. De mensen, de Coronianen, gaan nu kokos kopen, Wageningen, Apura en Santa Boma. En mijn hart bloedt, hè. En vandaar dat ik gezegd heb, nee, we gaan meer gronden, hectare opengooien om kokos te planten. En nu zijn we bezig met een kokosproject en bananenproject. Dus... Oké, kokosproject, bananenproject. Is toch prachtig, mensen? Noem ik grap. Ja, dan moet je toch ondersteuning aan willen geven. Want ja, als Surinamers met initiatieven komen, mensen, moet je toejuichen, begrijp je? Zij gaat hectare opengooien, zodat die mensen kunnen planten. Ik vind dat prijzenswaardig, moet ik je eerlijk zeggen. Ja? En ja, hier, hè, als je praat over hectare, dan is het toch prachtig. Want dan komt er geld binnen. Iedereen heeft dan genoeg kokos. Al die bakkerijen kunnen doorgaan. Unafco importeert kokosmelk. En ja, hoe kan probeer bakken zonder die president erbij te betrekken natuurlijk. Voor mij kan kronteolie, Isabi, en niet gaan opscheppen dat het de beste is. Maar we gaan luisteren, mensen. Zij heeft het over, ze gaan een paar hectare open gooien. Dan gaan ze kokos aanplant doen. Prachtig. Om in die kronto, mensen. En je weet toch, in Suriname zeggen we met een deftig woord waternoten, hè. Isabi, maar om in die kronto de mouwplani. Ja, we gaan luisteren, mensen. Dus vandaar dat we ook... Even kijken hoor, mensen. We gaan luisteren hoeveel kokosnoten men op die hectare gaat planten. Ja. Oké, coargeren mensen. Ze bepaalde groenten niet. Daar heeft mevrouw Masika gezegd van heren, dan gaan we nog een stuk schoonmaken. En die is tot de commissaris gesproken, heeft de commissaris gezegd van ja, is een goed idee. Zodoende is het nu uitbreiding. Laatst heeft ze iets van 60 waternoten laten kopen. Dus dan is er een project daar van waternoten en we planten ook daar bananen. 60 waternoten, mensen. De 60 krotenboom. Ook in haar project is. En dan moet je niet vragen om 1 miljoen de man spen. Isabi, die de 60 krotenboom is. Begrijp je? Maar ja, dat is. Het is triest, mensen. Wat moet je met 60 bomen? Miberike, toch ja. Kijk nou, als je ziet, Yarikaba. En dan Nikeri, bananen aanplant, om in duizenden bomen, de man plani, op dat areaal. En kijk hoe we ermee omgaan. Mensen, dat was kokos. Ja, laten we nog naar iets anders kijken, Isabi. We hadden een tijdje terug, het hele drama van die sopropo. Ja, de EU heeft zijn dingen, regels aangescherpt met betrekking tot
invoer van Surinaamse groenten naar Europa toe. Omdat Surinaamse groenten vol met gifbeken te zijn. Ze hadden de toegestane voorwaarden en toegestaande normen dat toegestaan is om in dat groente te zitten, hadden ze overschreden, ruim overschreden zelf. Oké, er is een handelaar geweest. En dat zou je denken, takkie, de Surinaamse regering, die probeert dan iets te doen, toch? Je weet toch, hoe je een trofvoedsel schuurt, toch? Maar ja, er is een Tjopropo exporteur geweest, die daarvoor is gegaan, heeft zijn geld gestoken erin. Maar Isabi toch mensen, kijk, alles wordt duur in Suriname. Dus die man heeft hulp nodig. En ja, hoe ga je daarmee om mensen? Als je geen hulp krijgt aangeboden. En ja, dat hulp dat je krijgt aangeboden. Eigenlijk vernietigend is voor jou. We gaan luisteren naar deze exporteur mensen. Goed luisteren. Landbouwondernemer Ajay Matau stond voor kort nog in de schijnwerpers als de enige exporteur die probleemloze propo als landbouwgewas mag exporteren naar Europa. Begin dit jaar schroefde Matau zijn productie op naar 100 kilo per dag om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit vooral Nederland. Echter wordt de ondernemer nu geconfronteerd met een van de grootste hordes voor veel Surinaamse ondernemers. De beperkte toegang tot investeringskapitaal, waaraan ook nog wurgrenten zijn gekoppeld. Dit haalt hem de wind uit de zeilen. Kijk, locatie heb ik al. Ik moet alleen een bouwwerkzaam doen voor een grotere opslagruimte. Weer, daar heb ik weer financieel dan nodig om grotere vriezers te kunnen installeren. Waar ik meer opslag kan doen. Bijvoorbeeld, als ik het wil continuïteit behouden naar Europa toe, dan moet ik minimaal 3 tot 4 containers standby hebben. Als ik eentje al in daar in Europa heb die voor de verkoop is, wil ik de andere op de boot hebben en dan moet ik ook 1 standby hebben in mijn opslag. Zodat als ik een order krijg, kan ik gelijk erop inspelen van oh nee, dan zet ik gelijk die andere ook op boot. Zo pas kan ik mijn continuïteit garanderen en mijn afnemers kunnen behouden en garanderen van kijk, ik kan die garantie geven van elke maand of elke week of om de 2 weken kan ik een container voor u sturen. Daarvoor moet ik in staat zijn, als eerste, voor 1 product, dan kan ik meer producten gaan verwerken. Bijvoorbeeld kan ik mango gaan verwerken, pompoen kan verwerken. Om het duidelijk te stellen, u bent ondernemer, u vraagt niet naar gratis geld. Nee, helemaal niet. Maar als ik geld ter beschikking kan krijgen tegen lage rente, heb ik helemaal geen moeite. Maar kijk, als ik bij de bank voor een lening ga, is dat je moet zoveel dingen kunnen aantonen. En ik als ondernemer ga ik niet mijn werkende bedrijf of mijn huis waar ik woon als onderpand aan de bank geven. Ik ben in staat het stukje waarop ik ga bouwen, dat op de naam van de bank te doen, dat kan ik wel als dekking geven. Want in principe heeft mij de bank daarmee geholpen, dan ben ik wel bereid om dat deel aan de bank te geven. Stel als ik niet kan betalen. Ook natuurlijk wel de rente speelt een rol. Want als je bij de bank een lening gaat nemen, in bijvoorbeeld in US dollar, komt het 9% per jaar. En in Europa bijvoorbeeld, als je een lening wil nemen, noem maar op 500.000, betaal je voor 5 jaren 5%. En is het per jaar 9%. Je hoorde Ajay Matau, directeur van Matau Impex, het bedrijf dat voldoet aan de hoge standaarden van de EU om onder andere probleemloze propo te exporteren. De ondernemer wil zijn bedrijf nu uitbreiden met het oog op de export, maar wordt geconfronteerd met financieringsproblemen. Ja mensen, dit is ook Suriname. Mensen die wel willen werken, maar niet kunnen werken. Ja, hoe ga je hiermee om mensen? Begrijp u? Dit is vreselijk moeilijk hoor dit. En ja, kijk nou. Surinaamse mensen, politici, die begrijpen niet dat je het is zo'n man exporteert, go naar Nederland of Europa, dat men heeft het niet door dat je Asandisi heeft voordelen, want ja, die man brengt euro's, legale euro's, in Suriname.
Ja. Want ja, hij verdient toch zijn geld. Hij moet dat toch opgeven. En hij moet daar belasting over betalen. En ja, oké, goed, leuk. Maar als je dat niet ziet en je vindt dit niet belangrijk, leuk. Maar mensen, kijk, ik blijf wat je zeggen. Assange is moeilijk, gevaarlijk. In zijn lang, mensen hebben daar geen zicht op. Mensen niet begrijpen de Assange. En mensen die het niet begrijpen en geen zicht op hebben, die hebben een vreselijk probleem. Omdat ja, kijk, Amandi is Revi. En nou, een wijplan is op. Hij heeft dingen, hoe je dat denkt, werkers, arbeiders in dienst. Ja. En die mensen verdienen ook eraan. Ze krijgen een salaris. Maar ja, even ego mensen. Je kan dingen niet stampen in mensen hun hoofd. En ego. In Suriname willen we dingen doen. Takkie, hoe heet het? Zaken als bijvoorbeeld Oeangobouw raket. Echt dingen die onmogelijk zijn en onbereikbaar zijn. Maar Oeangkos kippie. Dan zijn dat die takkie, ja, we zijn geweldig en noem maar op en zo, Isabi. En dat is heel jammer. Terwijl, kijk nou, landbouw, laat me eerlijk zijn, landbouw is geen malligheid door mensen. Een onderschatting, ja. Landbouw is een hele moeilijke tak van sport. Er is zelf een stoel, tenminste een stoel aan de universiteit hier zo. Dus landbouwkundig ingenieur naar de Sanatie. Kijk maar naar, er is een hele universiteit Wageningen hier in Nederland. Van heide en verre komen er studenten naar Wageningen om te studeren over nieuwe technieken naar alle de Sanatie. En wat doen wij in Suriname? Weet ik go to. En dat we een loncharing op wissel gieden in Brasjoman. Dan had ik sneezy. De man had gewoon to SRD. Ja, dat we niet voorberen. Terwijl, kijk wat je kan doen. Je kan een producerend land worden. Door nog een takbouw met een raket. Iets aan binnen aan de zand. Want man, die dingen die je wel kan, daarmee moet je beginnen. Kijk Nederland. Nederland is een agrarisch land. Look, voor de mij 14 onja. De boer of ja. Dag jongen. Om contact naar gaan, ja, want er is overproductie. Weet je wat dat betekent, mensen? Is toch vreselijk? We hebben bananen gehad, we hebben kokos gehad, 60 kronto, uitbreiding, prachtig man, Suriname. Het is een begin. Zo propo, ook al negatief. Koga de Japanese banana voor meer, Isabi. Want wang is het mee, wang lo heb ja zo, Isabi. Maar laten we luisteren. Waarom zeg ik dingen? Pinda, we gaan naar Pinda luisteren mensen. Zou daar ook een probleem mee zijn in Suriname? Want ja, daar is het hek van de dam. Ja, we gaan luisteren of er een probleem is met pinda in Suriname. De behoefte aan pinda in Suriname is enorm. De bodemgesteldheid is uitermate geschikt voor de verbouwing van de peulvrucht, maar de productie loopt ver achter. Ook wordt er vrijwel niet geïnvesteerd om de productie van pinda te standaardiseren. Lokale ondernemingen zijn daarom genoodzaakt om pinda uit de buurlanden te importeren. Onze pinda komt helaas uit het buitenland. De Surinaamse markt kan onze behoeften niet aan. We verwerken tonnen aan pinda's per maand voor onze pindakaas. En los van dat is het enorm belangrijk dat onze pinda aflatoxine vrij is. Dat is een schadelijke schimmel die kankerverwekkend is. En dat kan alleen als de pinda goed gedroogd wordt. En momenteel is er geen droogoven die dat aan kan. Dus zijn we genoodzaakt om het van buiten af te nemen. En die worden dus geïmporteerd. Ze komen uit Brazilië. U hoorde Geneviève Rajiman Willemsberg, onderdirecteur Operations bij handelmaatschappij Willemsberg, producent van onder andere Wippie pindakaas. De lokale productie van pinda is op een dusdanig laag niveau dat bedrijven zijn aangewezen op de import om pindakaas te maken. Ja mensen, pindakaas. En dan Isabi Uwasanaman toch? Ach, ik is de Japanees mooi. Begrijp je? Ik vraag me af, takkie hier, nou kijk, you know, denk je takkie te pinda doku, pindakasi, pinda doku, pindakasi, te pinda no de, hier, nou, minus af unu, maar ja, faf den, sernaman serifi, iwan te mi takkie hier, unenya pinda supa nga tonton, unenya pinda supo, ja,
Maar kijk wat er nu gebeurt. Ja, we importeren vanuit Brazilië. Is toch mooi, mensen? Ja, we doen niks. We hebben alleen een grote mond, mensen. Dat is het jammer ervan. Dat is vreselijk zielig, dit. Als je kijkt, bananen, probleem. Kokos, probleem. Als je kijkt naar sopropo, een probleem. Pinda, ook een probleem. Ja. Hoe zit het dan met... dat hoofdvoedsel van ons, met name rijst. En ja, Mino, ja, dat is ook kommerijk wel hoor, mensen, Isabi. Het is vreselijk moeilijk en... Even kijken hoor, mensen. We gaan kijken of er ook problemen zijn met rijst in Suriname. En dan, Kogo arkeren, mensen, Isabi. En Isabi toch rijstbouw. Ik kan toch zeggen wanneer... En er staat niemand in plan analyse. En ja, hoe allemaal in jouw mengen, dat is aan dat thema. Laten we kijken of zij ook problemen hebben. Dan gaan we... En, je ziet, we zijn begonnen met Fai. Ik zeg je, Ano Alap Sanisayesi, want is heb Oelo Betakasan toch Brie, Sina Bribi. Oké, okay, leuk, mooi, prachtig. Maar, wie ziet de man Potwan Sangi, tak ja, Disna Sani. En die trappen erin, ik dacht, oké, goed, dan ga ik het doen. Begrijp je, mensen? Dan heb je een vreselijk probleem voor jezelf. Want ja, alles zij zie. Na Sansai is Ibe Isi. Soms adesso taki de man potengi fuisi. Tak nadati. De want jij edegwe go box. Kom ik tak en zo. Maar jong go lukuserefi de go actie. Ja. Bakoven, bananen, probleem. Kokos, probleem. Sopropo, probleem. Pinda, ook een probleem. We gaan luisteren met, of er een probleem is, ook met reis. Want ja, dat zou een hele nare iets zijn voor Suriname ook. Hè. Maar mensen, ik weet niet of toch iets op, hoe het zit. We gaan luisteren naar meneer Kalu, reisbouwer en parlementslid in het parlement van Suriname. En hij gaat ons een insight geven van de reisindustrie in Suriname. Ja? We gaan luisteren, mensen. VIP-fractie. Ja, uit Nigeria, inderdaad. Ja. Bedankt, voorzitter. Dit is meneer Richard Kalu, mensen. Maar hier en voor samen is dat iemand begin bij je voort op ons. Hier ga je zien wat de ellendige situatie is in Suriname. En dat probleem. Sang Suma heeft veroorzaakt aan rotzooi waarin we zijn verwikkeld. Ja? Het is vreselijk triest gesteld. Maar je gaat zien iets hier zo. Dat alle wet, alle recht, alle sani wordt gewoon opzij gezet. Niemand, de man heeft mij geen druk. Omdat zij, ja, meneer Bouva zit als voorzitter. En hier en mensen. Het parlement, wie is verdraaiing? Het heeft een reglement van orde. Ja. Alle de voorzitters, zei Don Simons, Bouva. Of Rossello Catino's Don. Of noem maar op wie, die mensen zijn verplicht om die reglement van orde van het Nationale Assemblée te respecteren en zich daaraan te gedragen. Hier ga ik je meenemen, dan ga ik je wat laten zien wat er gebeurt. Ja? Wanneer jij dat, al die wettelijke regels en die voorschriften waaraan jij als voorzitter gebonden bent, gewoon opzij zet. Ja?
We gaan luisteren met Samino Kletomsifuro. Regering, u zou Suriname maken tot een voedselschuur van het Caribisch gebied, is nooit tot stand gekomen. U zou een agrarische fonds opzetten waar een deel van de inkomsten uit de Petro-Caribisch deal beschikbaar zou worden gesteld voor de paddyproducenten, is nooit gerealiseerd. De cassavefabriek en de cassaveaanplant waarmee u in 2014 gestart was en zoveel burgers erin geïnvesteerd hadden, is door mismanagement doodgebloed. Het produceren van kwalitatief goed saaizaad en uitbreiding ervan is ook mislukt. Een agrarische school op mbo-niveau en hbo-niveau te Nikeri is nooit gekomen, regering. Rijstbouw behoort tot de grootste tak van de agrarische sector in Suriname, die de voedselzekerheid en de voedselveiligheid garandeert voor de Surinaamse samenleving en daarnaast ook bijdraagt aan het bruto nationaal product van Suriname. De grootste uitdaging ter verbetering van de nationale economie is om Suriname te transformeren tot een voedselproducent van het Caribisch gebied en ook eveneens een voedselbron te zijn voor afzetgebieden als Europa. Ja, maar we hebben net gezien, zei ze toch, Malik, dan is sopropo, pinda, kokos. En nou, een mooi, die multinational die je echt moest koesteren, is dat bij mensen. Maar toch, wat we doen, we kiezen ervoor, man, doppa, arbeidersonrust, dit zijn dat die. Maar oké, okay. Rijst is inderdaad een hele goede exportmiddel, want ja, jaren nog mensen, je ziet zijn Venezuela toch? Venezuela, tak jaren nog. Maar olie, binnen mijn dringing, binnen mijn jamming. Ik heb rijst nodig, miwanyang, angere kirmi. Dus, maar wat deel dan hij? Petro-Caribe deel. Destijds heeft Chavez een deel gesloten met Bouta, voor je denkt. Vet je olie kiezen dan tegen een redelijk tarief. En dat moet betaald worden. En de man tak jaren in af kon komen niet. Geef ons producten, rijst. En ja. Mensen, als ik zeg 30.000 ton, je hebt geen flauw benul hè, van wat dat is, dat je in Suriname mens in staat was om 30.000 ton te produceren en dan te exporteren. Dat wil zeggen, lokaal gebruik, no, nee, leid eronder. En dat zijn dingen die je juist moet hebben, maar ja, als je die inzichten niet hebt. En vooral dit ding, ik ga het altijd blijven zeggen, Suriname, Isabi, wij zijn het meest discriminerende land, Isabi, in Suriname. Want ja, Suriname heeft geen volk, mensen. Ik kan taxi wani en ik kan go drukken, doe dit, dat, alles soort nonsens. Suriname heeft geen volk. Suriname bestaat uit verschillende volken. Verschillende volken, Isabi. Dus dan krijg je dat ding van, ja, maar ja, ik ga niet in Nikeri investeren, wel in Marowijnen. En ja, kijk, er wordt in Marowijnen geïnvesteerd, maar ja, kan jij uit Marowijnen 30.000 ton rijst halen om te kunnen exporteren, om je schulden af te lossen? Ja, 30.000 ton, mensen, pot 3-0 erbij is 30 miljoen kilo, Alisi. Je viseert aan 50 cent, heb je 15 miljoen US dollar. Verdient aan die 30.000 ton. Als je per jaar die industrie zodanig inricht dat je minstens 2 tot 3 vrachten kan halen om te kunnen exporteren, ja, dan ben je toch goed bezig. Dat ding van die sopropo was dingen, hoe heet het? 3 miljoen per jaar verdienden we alleen aan sopropo om te kunnen exporteren, is weggevallen. Dat is alleen dingen, sopropo, in het tak antroa is aan het eten. Dus ja, wij willen dat niet. We willen cocaïne versturen. Dat we put intussen de mana naar de bakba. 16 december was dat gebeurd, 2016. 148 kilo. En ja, 14 februari 2019, 273 kilo. De een is gevonden in Guadeloupe in de haven door de Franse douane. En die andere in Antwerpen al, door Europa. Maar het is toch onderschep, leuk. Wat heeft dat bedrijf daaraan fai? Ja, die zegt van ja, luister jongens, jullie bekijken het maar, dat is gratis. Isabi hier, je hebt dat ding. Ze hebben dat bedrijf aangeboden aan de Surinaamse staat hier. Je mag het hebben voor een dollar. Neem maar over. Want wij komen er niet.
Ja, maar ik hoor, ze hebben nog 27 andere, 28 landen waarin ze terecht kunnen. Maar wie is de grote loser? Wij. We gaan nog een stukje luisteren van meneer Dingen. Want ik wil u meenemen naar wat er hier gaat gebeuren. Was het boerenbestand tot het jaar 2010 nog 2500? Wijst het huidige bestand anno 2017 dat die gereduceerd is naar minder dan 1350 boeren. De curve waarop de economie van Nigeria draait, ligt op de bodem. Voorzitter, uit gesprekken met landbouwers en landbouworganisaties, onder andere de Surinaamse Paddyboerenassociatie, is gebleken dat de subsector rijst met de overheid en de markt van die aard is dat er geen sprake is van een gezonde werkbare situatie. Eventuele bundeling van actoren op basis van hun entiteit op de verschillende niveaus wordt continu kapotgeslagen, dan meer een afhankelijkheidspositie is gecreëerd bij alle actoren door regeringsgezinden en vrienden. En dit is dat probleem wat in Suriname is. Je wordt afhankelijk gemaakt van mensen net als Tuki, Ramsahai, Isabi, alle dingen, Mahesplat, Sinchotelal, Mansaram, Sharmila, je moet dan Imgo Begi de Mandati. En dat de mandat kan doen en laten wat ze willen. Weet je, dat is een soort prostitutierelatie toch? Ze maken misbruik van je. Nou, zo, als je nou doet, dan ja, dan in een kies niks, voetplanning. En dan ja, je bekijkt het maar. Hoe ga je doen dan mensen? Kijk, die sopropelman, die gaat zijn bedrijf moeten sluiten. En ja, wij doen daar niks aan. Hoe is bang? Voorzitter, we moeten nu alle inspanning plegen om over te gaan tot productschap, wat echter inhoudt dat alle actoren samen moeten werken aan professionalisering, regelgeving, veiligheid, ordening en zeker een rechtvaardige verdeling van de inkomsten. De vraag voor de zoveelste keer, regering, heb ik al zoveel keren gesteld: wanneer gaat u met alle stakeholders onderhandelen? Bij het samenstellen van het meerjarig ontwikkelingsplan zijn de actoren niet gekend, regering. Hoe wilt u Suriname tot een voedselschuur maken? Voorzitter, de regering 7.500 hectare te Middenstaanspolder en Wageningen kan nu niet ingezaaid worden. De pompen van Wageningen staan stil omdat er geen diesel is en geen smeermiddelen zijn. Door ondeskundigheid en een slechte coördinatie om het watersysteem op een adequate manier te beheren, maakt dat er elke seizoen onvoldoende beschikking is van irrigatiewater. Mensen, is maar ondeskundigheid toch, is net als die veer daar bij Nikeri Karanwaima. Ja, de man potwa man voor repareren zijn niet, dan daar moet ook een testrit. Daar als groep samen repareren aan Nguang, splinternieuwe die gezet is, als een loesvadong in Aliba. Ja. Isabi toch mensen, heeft de man koti futu in oma waka. Dat moet ook die zien ook zo, ondeskundigheid. En ja, je hoort altijd de wakai pompen naar de San Isabi, bakker en mekwa pompen dat bij mensen die toen ze Wageningen ging verkavelen. De mooie tijd van SML, Stichting Machinale Landbouw, de Lukuno, Unuteke Abraunoman doet niks. Totaal niet. Lukuno Surland hadden we, Unuman doet niks. Totaal niet, want bakker ik kon proberen te doen. Het ging goed, maar ja. We vonden dat we drugs ertussen moeten zetten. We vonden dat we niet aan de kassereserve. We vonden van alles en nog wat. We vinden dat ja, hier en wij komen bepalen voor jou waar je dozen moet gaan in, kopen om te importeren. En Evanus Nisi, ja, familieminister Sang, dan ja, hebben we een probleem. We gaan nog een stukje luisteren, mensen. Terwijl de mogelijkheid er is om de pompen goed te reviseren en stand-by te houden, wacht men tot het op het laatste moment om het werk aan een vriend of een regeringsgezin te gunnen. Je hebt het toch? Zo wordt er gewerkt in Suriname. Maar het allermooiste komt nog. Miljoenen dollars zijn de afgelopen jaren hierbij verkwanseld, voorzitter. De meeste boeren raken achter om te kunnen voldoen aan de saai-schema uitgegeven door LVV zelf. Bij elke late inzaai heb je te maken met risicofactoren die meestal lage opbrengsten oplevert. Regering,
Wie gaat al deze extra kosten betalen? Na enkele dagen in de maand november de Wakaipomp gedraaid te hebben, de regering heeft dat gedraaid, ligt die ook al weken stil, omdat er daar geen diesel in voorraad is. Nu kan er aan de linkeroever van de Nikeri rivier ook niet optimaal ingezaaid worden, voorzitter. In de gebieden als Heenaarpolder, Oostelijke Polder en de Westelijke Polders is er een zwaar tekort aan irrigatiewater. Wanneer komt er een structurele aanpak, regering? Wanneer worden alle pompen te Wakai in werking gesteld? Is de leverancier betaald? Want ik hoor dat de leverancier nog zijn gelden moet ontvangen en hij geen diesel kan, geen brandstof kan aanleveren. Wat gaat er met de sector dan gebeuren? Oké, mensen, ik wil dat u iets als grap gaat zetten. Hè? Je moet goed luisteren. Hè? Kijk, goed luisteren wat er hier gebeurt. Want hij gaat het hebben over dat reis, hè? Saaizaad. Want hier ga ik u laten zien hoe wetten worden overtreden hier. Hij gaat het hebben over saaizaad, DDB 1 en DDB 2. Deemelijk hoeveel van ze naar mijn kollau, hè. Isabel, oké, het is goed, leuk. Maar de mango ontwikkelt wat nieuwe saaizaad, plan Alesi, dus een nieuwe variatie van rijst. En de vaar Alesi neemt DDB 1 naar DDB 2. Maar ze zijn functioneel mensen, want ja, de massa ontwikkeling hebben het niet goed gedaan. Maar we gaan luisteren, mensen. Kijk, goed luisteren, ja? Focus. Als het irrigatiesysteem niet goed functioneert, moet water naar de rijstvelden worden gepompt, wat enorme kosten met zich meebrengt. Voorzitter, kwestie Adron. Terwijl de Adron te maken heeft met onderzoek en saaizaadproductie, zien wij steeds dat de productie sterk aan het afnemen is. Hoeveel saaizaad produceert Adron met alle daarbij betrokken saaizaadproducenten per seizoen? Regering, kan de minister aangeven hoeveel gelden de afgelopen 2 jaren zijn uitgegeven voor de saaizaadproductie en wat de oorzaken zijn dat boeren steeds overgaan zijn om dan zeker meer dan 60% Guyanese saaizaad te gebruiken? Boeren zijn misleid geworden door de regering. Laat LVV vertellen hoeveel gemiddelde opbrengsten zijn van de geïntroduceerde saaizaadsoorten DDB 1 en DDB 2, genoemd naar de president. Heb je dat gehoord, mensen? Isabi. En ja, Jereno, if he kon contact met ja, DDB 1 en DDB 2, genoemd naar de president. Nee, functioneer. Ja, dan staat boven op scherp, want ja, dan hebben we een probleem. Boeren zijn door de lage opbrengsten van deze 2 saaizaadsoorten failliet geraakt bij de mensen. Zijn er nieuwe variëteiten die verhinderd worden nu momenteel? Regering, werkers van Adron zeggen dat er geen geld is de werkzaamheden uit te voeren. Omdat zij de laatste 2 maanden hebben we het gehad over de uitbetaling. Is al zeker de 3e keer dat de werknemers daar niet op tijd betaald worden. Hoe wilt u dan gemotiveerde werkers daar hebben? Dan gaat u dus zulke problemen hebben. Elk jaar, elk seizoen gaat u die problemen hebben. Regering. Ja, lid Kalu, ik hoor in. En goed luisteren, hè, wat hij gaat zeggen. Dit is een voorzitter van het parlement. Goed luisteren, mensen. Dat u een uitspraak doet dat op basis van de saaizaad welke zou zijn gebruikt, dat boeren failliet zijn geraakt, die B1 en 2. Maar waar boeren, haalt u boeren die hebben statistieken? Grote, waar haalt u dat vandaan? Boeren hebben grote verliezen geleden. Waar ik woon is Nikeri. En dat is de rijstproductiedistrict, voorzitter. En elke dag heb ik boeren bij mij. En ik ben ook een boer. En ik weet dat de DBB genoemd naar de president. Toch? En daarom nodig ik u uit ook om een keertje te komen kijken hoe wij dat produceren, voorzitter. Weet u wat? En opletten op dat antwoord van Bouva, ja? Wat het belangrijkste is, okay. Dat men niet weet, geen kennis draagt over zaken. En dan praat men van hieruit, toch? Om van hieruit te monitoren. En hoe denkt u dat gaat lukken? En daarom, wanneer ik u zeg, is het onderbouwd. Dus dat is tot nu toe niet. Kijk, u bent wel van de VAP-fractie. Jere, ja. Jere, u bent wel van de VAP-fractie. Dus ja,
ja, oppositie, dus we moeten het niet geloven. Snap je mensen, wat voor ziekelijk gedrag dit vertoning is? Het is toch niet zo, neem ik aan dat... Ik ben een parlementslid, ik ben DNA-lid, voorzitter, omdat het van de Surinaamse ja, bevolking. Lid, Kalu, ik ben aan het woord dat omdat Saïssaat een bepaalde naam heeft, dat daarom de boeren failliet gaan. Ik wil u vragen om, als u dat zegt, de politiek aan de zijde te schuiven en toch wel aan te geven, voorzitter, waar u het concreet over hebt. Voorzitter, wie gaat het beter kennen dan de boeren, voorzitter? Eén moment, let Kalu, ik zie een signaal. En kijk hier zo, een jong, jong boy, te Lucas Sani Sigon Tapoluk, nee, ik zie aftak jongen, suma lauja jongen. Kijk, dit is Melvin Bova als voorzitter van het parlement. Hij onderbreekt als spreker, reglement van orde van de assemblee. Staat duidelijk geschreven, artikel 42, meen ik, mensen houden te goede, 42... Ja, ga maar kijken, reglement van orde, assemblee, Nationale Assemblee, artikel 42. De spreker mag niet onderbroken worden in zijn betoog. En zijn betoog is zijn betoog. Je moet je mond houden. Begrijp je? De trouwamus kon dan bewijst dat wat hij zegt, Lee. Je bent voorzitter. En het gaat nog verder. Want nu, hij zegt van ja, ik zie dat de regering wil antwoorden. Binnen een betoog. Dus die parlementslid wordt opzij geschroeven om de regering de kans te geven om dat ding te ontkennen, omdat het gaat om DDB 1 na DDB 2. Isabi, wanneer voor een man, Bouterse is eraan gekoppeld, dus ja, moet gelijk ontkracht worden. Van de regering, de coördinator, laat me even kijken, coördinator van de RVM, minister Dikan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zitten hier als regering en volgen met volle aandacht de debatten in uw geacht parlement. En wanneer er zaken hier naar voren worden gebracht, maken wij de overweging om te zeggen, kunnen we direct beantwoorden of laten we het totdat desbetreffend minister aan het woord komt. We vragen u vanwege de zaken die naar voren zijn gebracht, of we de mogelijkheid kunnen krijgen ze direct te ontzenuwen. Gaan ze van het laatste. Goed, als u dat vraagt, zal ik u de gelegenheid geven. Minister van LVV. En mensen, kijk nou, dit is een parlementsvoorzitter, Lucas Seydou. Al die wetten en regelgeving van het parlement opzij zetten, alleen maar om te ontkrachten, omdat ja, dacht ja, maar hoe nog contact dat je zat van. Zang kiezen in DDB 1, DC, de Rano, Bouterse, naar Poorstraat, Isabi, naar Smeikon, raken failliet. Die meneer Jogi wil een interveneren erin, maar ja, het lukt hem niet. Want ja, boven en lauw, en ook ja, occasie. Begrijp je mensen? De regering heeft gevraagd om het woord, u krijgt die punt van orde. En dan kijk wat er hier gebeurt, de regering heeft gevraagd om het woord. Ja, minister, VV, minister Algo. Dank u, binnen voorzitter. Een betoog wordt gewoon ingebroken. En ja, wij vinden dit normaal. Minister. Dit is onkan, mensen. Wanneer ik hoor dat let Kalu hier aankaart dat door DDB 1 en DDB 2 dat boeren hebben ingezaaid en door lage opbrengst dat ze failliet zijn geraakt, dan wil ik dit wel gelijk duidelijk maken dat als er onduidelijkheden zijn hoe de hele proces van Saïssaat plaatsvindt, dat ik even snel dat uitleg. Ja, ja. Anders gaat het een verkeerde richting op. DDB 1 en DDB 2 zijn twee variëteiten ontwikkeld. Het gaat door veredeling. Men maakt kruisingen. En het wordt daarna uitgetest en dan wordt dat als elitezaad uitgegeven. Elitezaad wordt daarna vermeerderd tot saaizaad, voorzitter. En dan wordt het dan voor de boeren beschikbaar gesteld. Op dit moment is het in de fase van vermeerderen van saaizaad. Het is een proces van vermeerdering van saaizaad. Dan hoe kunnen de boeren nu DDB 1 en DDB 2 gaan uitzaaien voor de productie, voor consumptierijst?
Dat is mijn vraag. Ook tegelijkertijd. Jij gaat die vraag zelf beantwoorden, want dat is zelf de man die zei. Want hij heeft leugen verteld, hè, mensen. Ja. Kijk, hier was hij in Nikeri om diezelfde zaad te promoten en aan die boeren namen te geven. Van de variëteiten. Kijk hier. Dit is de ene Nikeri. Variëteit gaan wij noemen Adron DDB1 en de tweede variëteit Adron DDB2. DDB, ik neem aan dat ieder weet waarvoor het staat. Desiree Delano Bouterse 1 en Delano Bouterse 2. Twee variëteiten. We hebben genoemd naar de president, omdat hij steeds blijft zeggen productie, we moeten verder gaan. Er is geloof. En op basis daarvan hebben we gezegd van laten wij de namen plaatsen. En dus waar het op neerkomt, mensen, deze man heeft gewoon keihard in het parlement gelogen, Isabi. Want dat ding is al in productie. Hij stond bij die dingen ervan. Maar laten we luisteren naar informatie die het lid heeft gehad uit het veld. Dat die informatie op basis van de feiten en omstandigheden blijkens van de minister van LVV niet op waarheid berust. Nee, dus omdat het een proces is op dit moment voor vermeerdering van saaizaad. Okay. En dat gaat gebruikt worden voor andere boeren, let wel, zodat zij dat kunnen produceren als consumptierijst. Oké, okay. Bedankt voor de verduidelijking, geachte minister van LVV. Het lid Jogi had behoefte aan een punt van orde. Wordt dat ondersteund? Lid Jogi, maar wel de orde. Dit is geen discussie. Als u een discussie wil aangaan, vraag ik u een interruptie te vragen aan het eind van de spreekbeurt van het geachte lid. Ja, lid Jogi, punt van orde. Voorzitter, lid Kalu is aan het woord. En u onderbreekt hem, voorzitter. En dit bedoel ik, hè, mensen? Of hij kan. U onderbreekt hem. De wet zegt, je mag dat niet doen aan voorzitter. Al ben je voorzitter, je moet je regels toe. Maar we gaan verder luisteren, mensen. Onderbouwen wat hij gezegd heeft. Hij heeft namelijk gezegd dat de rijstboeren saaizaad hebben gebruikt van Adron. Hij heeft de naam genoemd van de variëteit, de raadsvoorzitter. En dat de boeren failliet zijn gegaan, voorzitter. Voorzitter, maar wanneer de minister van LVV hier opstaat en zegt dat die saaizaad nog in voorbereiding is, voorzitter. Oké, maar u moet me voorstellen of vraag doen. Ja, dan vraagt u niet aan de minister of de minister kan onderbouwen wat de minister hier gezegd heeft, of dat juist is of niet juist is. Voorzitter, okay. Wanneer die saaizaad. Nee, Jogi, dus u stelt me nu een punt voordat ik de minister. Eén moment. Nee, u hebt die punt gemaakt. U zegt. Mag ik nu mijn punt maken, lid Jogi? Oké, okay, dus. U hebt een punt van orde gevraagd. U. Nee, lid Jogi, er is. Gaat u even in de rust? Gaat u even in de rust zijn, lid Jogi? Er is geen enkel probleem. Ik heb u voor. Ja, mensen. Ja. En we gaan. U weet toch, want ja. Die Jogi is vuil. Want ja, dat is onbeschoft van bouwval. Maar Marinus B. gaat ook wat zeggen. Voorzitter, mijn orde voorstel, want inhoudelijk ga ik niet in die discussie. Ja. Want ik weet heel weinig over de rijsector. Maar ik vind dat wanneer u als voorzitter die leiding geeft aan de vergadering, de spreker onderbreekt om de regering de ruimte te geven in te komen en het parlement daarna wenst te reageren, dan moet die ruimte gecreëerd worden, voorzitter. Want wanneer u wacht tot het einde van het betoog van de spreker, dan is die discussie gaande de rijsector helemaal verzwakt. Dus als u eenmaal intreedt, laat iedereen zijn zeggen doen aan weerszijden. Ja, mensen, het is triest. En dan zo zie je van, kijk, als we een goed parlement hadden, die zich aan de regels hield en al die dingen deed zoals hij behoorde te doen, dat er niks aan de hand was. Maar ja, we schieten tekort. Mensen, ik ben begonnen met dat ding van Fai. Ik heb u laten zien van, hier, er zit meer achter. Dus ja, nog een doelau. Weet je, nog een kies met jij, ik weet.
Kijk waar we geëindigd zijn. We zijn gaan kijken naar kokos. We zijn gaan kijken naar sopropo. We zijn gaan kijken naar... we zijn gaan kijken naar, hoe heet het, pinda. Ja, al die dingen. En een beetje naar rijst ook. En ja, oké, okay, goed. Kijk waar we terecht zijn gekomen. Die hele landbouwsector naar de Filistijnen.